De gemeente Almelo ontving maandag in samenwerking met het comité 4 en 5 mei en het veteranencomité 12 leden van een regiment Canadian Grenadier Guards uit Montreal, Canada. En dit regiment is een onderdeel van de vroegere divisie die in april 1945 Almelo bevrijd heeft. De militairen doen mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Guard at hand, chat! Canadian Grenadier Guards, stand at ease! Attention! Het is een club uit Canada. Zij hebben een contact met mij gezocht omdat zij verhalen hadden gehoord van vorig jaar. De Canadezen die hier toen zijn geweest en de veteranen, die hebben het heel geweldig gehad, zeiden ze. En nou wilden zij graag eens kijken hoe geweldig Almelo dan wel niet was in het comité in Almelo. Everyone, my name is Captain Corey Anhorn and I'm the contingent commander for the Canadian Grenadier Guards 9-18 team this year. First of all, thank you very much. Committee, municipality, friends, members of Almelo and of the Dutch community at large, thank you so much. Ze gaan de Vierdaagse lopen morgen. Ze zijn eergisteren aangekomen en ze lopen dan de Vierdaagse. En voor de tijd wilden ze dan toch Almelo bezoeken. We gaan wat punten bekijken in Almelo, waar wat speciale punten. We hebben een wandelroute ook gemaakt. Daar gaan ze kijken, speciale punten vanuit de oorlog, waar ze binnen zijn gekomen. Het is natuurlijk heel leuk om hier weer te zijn. Ik ken Almelo mijn hele leven. Ik ben in Canada geboord. Al een tijdje geleden. Ik ben nu 53, maar in 1962 ben ik geboren. En in 1961 zijn mijn ouders juist van Amsterdam naar Canada vertrokken. Maar mijn vader die is Art Almelo en mijn moeder die is Art Borne hiernaast. Mijn oom is Miel Westenberg en die is nog arts hier in Almelo. Mijn ouders die wonen nog steeds in Kingston, Ontario, maar die komen vaak naar Nederland terug om familie en vrienden te bezoeken. The Canadian liberators did not only bring freedom to their own generation, but also to the generations to come. Again, I emphasize, it is meaningful that youngsters play a role in the yearly Remembrance Day, because the youth of the are the future, and those who close their eyes to the past are blind to the future. De ontvangst in het stadhuis werd gevolgd door een tocht langs diverse gedenktekens in Almelo. Na de lunch vertrokken de Canadian Grenadier Guards naar de Canadese begraafplaats in Holten, waar ze een officiële rondleiding kregen.